Hier zie je een tumor. En je ziet daar ver omheen zie je allerlei vooraf bestaande bloedvaten. Ja. En je ziet die kleine bloedvaatjes, die groeien allemaal naar de tumor toe. Wat we uiteindelijk willen, is die kleine bloedvaatjes die daar te zien zijn, aanpakken met een vaccin. Laten verwijderen, dan gebeurt er dit. Je ziet dat langzaam maar zeker verdwijnen. Is er geen voeding en zuurstof meer, dan wordt een tumor kleiner. En op een gegeven moment is die tumor dan gewoon weg. Het zou fantastisch zijn. Absoluut. En dat is het project waar jij straks aan gaat meewerken. Dit zijn onze bacteriën. Daar zit ons vaccin in. Ja. En dat vaccin gaan we er nu proberen uit te halen. En aan deze korreltjes, daar zit nu ons vaccin vastgeplakt. En dan heb ik hier een pipet voor jou. Ja. Oké, ik zie het er al uitdruppelen. Dus dat loopt langs die korreltjes en met dit spulletje loopt dat zeg maar mee met de oplossing. Ja, klopt. Ja, dan is dit ons vaccin. Goed werk. Maar ja, nu is de volgende stap. Voor wie is dit en wie kunnen we het geven? We gaan dit eerst testen in het laboratorium. En daarna komt het beschikbaar allereerst voor mensen die uitbehandeld zijn. Dus als experimenteel onderzoek om te kijken wat er dan gebeurt. Precies. En dan later zal het beschikbaar komen als therapie voor mensen met kanker. En het is onze toekomstdroom dat we zo'n vaccin kunnen gebruiken uiteindelijk om kanker te kunnen voorkomen. Dus dat je dan gewoon thuis een brief op de deurmat krijgt met een oproep om een prik te komen halen tegen kanker. Exactly. Dat zou echt fantastisch zijn. Ik hoop echt dat ik het nog ga meemaken.